Dag Ellie Boekhout. Meneer. Dag. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Ja, gaat allemaal goed. Ja, mooi. Ja, Ellie, jou ken ik al wat langer. Hè? Wij hebben in het verleden natuurlijk ook ons gesproken met allerlei acties. En jij bent wat uitgebreider betrokken bij de Weekmarkt in Middelburg dan andere mensen. Jij, ja, ik zit in de marktcommissie en de reclamecommissie. Ja. Maar hoe lang sta je zelf al op de markt? Februari moet dat 20 jaar worden hier. Zo. Dat is ook al een hele tijd. In Middelburg, ja. En ben jij in Middelburg eigenlijk? Nee, ik ben geboren in Vlissingen. Ik woon nu in Veren, maar ik ben hier het eiland nog niet af geweest. Nee. Maar op welke markten sta je allemaal? Maandag Rozenaal, dinsdag Goes, woensdag Het Teleur, donderdag hier en vrijdag in de zomermaanden Westkapelle. Oh, die pak je ook. Ja. En ook buiten de provincie dus zelfs. Ja. Zijn dat ook leuke markten? Of wat is jouw lievelings? Middelburg natuurlijk? Of, Ja, Middelburg is gewoon dichtst bij huis. Ja, ze zijn allemaal leuk, gezellig. Ja, ze hebben allemaal hun eigen kwaliteiten. Ja, maar wel overal een ander publiek, denk ik. Of valt dat ook wel mee? Ja, dat scheelt toch wel hier of daar. Ja. Zit verschil in. Ja. Ja. En heb jij altijd al dezelfde handel gehad? Want jij doet veel kousen, sokken. Ja, daar zit ik nu al meer dan 25 jaar mee. Mij is 27 jaar. Daarvoor heb ik nog 2 jaar mijn speelgoed gedaan. Maar dat, speelgoed? Ja. Oh, dat is heel wat anders. Ja, dat is heel wat anders. Maar is dit nog een goede, business? Want als je zo lang staat, dan weet je natuurlijk wel hoe de markt zich ontwikkelt. Ja, de mensen hebben toch allemaal sokken nodig? Ja, dat is ook zo, ja. Kijk, in de zomermaanden misschien iets minder als warm weer is. Maar er zijn ook, als ik zo denk van, weet je wel, als ik denk sokken, ja, dan kom ik, als je het hebt over winkels, dan kom ik nooit zoveel verder dan de HEMA of inderdaad een schoenenzaak waar ze wel eens wat verkopen. Nee, en dan is maar heel beperkt een zwarte en een blauwe en wij hebben hier gewoon een heel groot assortiment. Maar ook geen schoenen, panties, alles. Het is zowel voor heren als voor dames, hè? Want het is, We gaan vanaf een babymaatje, heel klein, tot aan maat 50 voor de heren. Maat 50. Maat 50, ja, dat is echt. Dat is behoorlijk. Die zijn gigantisch groot. Dat is de allergrootste. Echt waar, 50 zeg. Dan ga ik naar kijken hier. Die hele kleintjes. Kleintje bijpakken. Dat is licht uit, maar. Kijk, ja, dat is al iets groter. Dus kijken wat het verschil. Ja, dat is echt wel een enorm contrast. Ja. Ja, maar dat is wel leuk. Dat is echt. En je hebt daar ook wat broeken, maar dat is niet een heel hele grote. Oh ja, toch? Nee, ja, dat zijn allemaal leggings. Oh, leggings. Ja, dus dat valt ook allemaal onder de B-mode. Maar als ik zie 3 voor 25 euro, dat is niet duur, toch? Nee. Dat is toch een koopje. Maar we zijn natuurlijk wel een Zeeuws meisje, hè? Dus je betaalt geen centen mee. Ja, ja. Hoe lang ben jij bezig als jij 's ochtends hier. Hoe laat kom jij aan 's ochtends? Ik ben hier om 6 uur. En hoe laat ben je dan klaar voor de start? Ik heb een uurtje nodig. En dan gaan we eerst koffie drinken met de collega's. Ja. Maar doe je het allemaal alleen of heb je ook hulp? Nee, gewoon alleen. Maar het is ook best hard werken dan, of valt het wel mee? Ja, het zijn lange dagen. Ja. En vooral natuurlijk nu in die zomermaanden zijn we 60 uur in de week onderhand bezig. Maar je doet het nog steeds met veel plezier en je blijft het voorlopig nog heel lang doen. En ik wil nog niet thuis zitten. Nee, nou kijk, dat is allemaal heel duidelijk. Dus, je lacht er stralend bij, dus dat is goed. Hè? Ik zie af en toe hier ook collega's voorbij schieten, dan ben ik net iets te laat. Maar jij voorziet sommige collega's ook van koffie hier. Tuurlijk. Gewoon een collegialiteit is dat. Gewoon koffie kun je altijd krijgen. En dat is jouw kleine koffiehoek? Dat is de keuken, nee. Ja, nou ja, koffie. Ja, want hoe gaat het eigenlijk op de Weekmarkt? Sommigen nemen dat zelf mee, anderen gaan sommigen naar een restaurant. Sommigen nemen dat mee. Vroeger liep er hier altijd iemand rond met koffie, maar dat is niet meer. Dus ja, dan moet je het zelf meenemen. Ja. Want we hebben gewoon vers gezette koffie. En wie liep er dan vroeger rond? Was dat dan iemand van de markt zelf of iemand van de gemeente? Ja, maar die hadden dan een kraampje zeg maar en dan konden ze rondlopen met de koffie. Maar het is ook niet dat jullie de hele dagen bijvoorbeeld bij de huifkar zitten of... Nee. Nee, daar heb je ook geen tijd voor eigenlijk, hè? Ten eerste, je hebt geen tijd, want je bent maar alleen op zich, velen. Ja. Ja. En dan loopt dat flink in de papieren. Maar Ellie Boekhout, ook voor al uw koffie, dames en heren. Ja. Hey, dankjewel. Ja, dat zal ook niet omgaan. Ja, maar geef niet, maar als je er gewoon neer doet, dan is geen probleem.